Dag kijkers, leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video. Wij gaan vandaag de top 10 snelste Efteling attracties doen. Ja, dus laten we gewoon beginnen. Op nummer 10 staat Polka Marina met 20 km per uur. Je weet wel, Polka Marina, dat is één attractie, dat in het midden een walvis is en dat er eigenlijk zo'n soort rups. En dan manneke. Ja, de manneke dat de op de walvis met de paraplu ligt. Ja, omdat de walvis spuit. Ja, en daar rond is er gewoon zo, ja, dat er zo met de kerken zo rond die walvis heel te zo gaat. Oké, en dan eigenlijk op een gedeelde 10e plaats, maar ik heb die dan ook op de 9e plaats gezet. Dus ook met 20 km per uur de Piranha. De Piranha is ook gewoon zelf een heel leuke attractie. Zo'n bootje. Je wordt daar heel nat. Vind je het echt nat gewoon. Ja, vooral ik en Zeb. Zeb die ligt daar heel eventjes. Ik denk dat hij heel eventjes op beeld gaat komen. En hier is die dan. Die is met de tweede keer in de Piranha ook heel nat geworden. En ik was bij de eerste keer in de Piranha ook heel nat geworden. Ik likte van onder tot boven. Ik was en daar nat. Torre is eigenlijk ook wel twee keer goed nat geweest, maar niet zo nat als ons. Mijn boot is twee keer super nat geweest. Ja. Ja, joh. Dan gaan we nu verder naar de nummer 8. En dat is... Wat is dat? Monsieur Cannibal. Oké, en die heeft een snelheid van... kan een snelheid hebben van 50 km per uur. Dat is natuurlijk heel snel de draaiende theekopjes in Reizenrijk. Ja, dat zijn geen theekopjes, maar dat zijn zo'n oven, zo'n pannen. Ja, potten. Die op het vuur staan. Potten. Die op het vuur staan. Ja, en die draaien zo heel tot rondjes. Die draaien in 1 minuut hebben die 8 rondjes gedaan. Ja, dat is natuurlijk een leuke attractie. Alleen, ik vind het een hatelijk muziekje. Nee, Michiel kan niet wel. Stop er alsjeblieft mee. We gaan gewoon verder gaan naar de nummer 7. En dat is... De halve maan met 55 km per uur. Ja, de halve maan. Je zit zo in die boot. En dat is super leuk als je zo van achter zit. Ja, dan ga je echt heel hoog. Je valt gewoon bijna naar beneden. Ja, dat is want je bent denk bijna gewoon boven de andere helemaal. Ja, zo dat je daar echt helemaal boven zit. En ja, de halve maan. Dat kun je ook wel verwachten dat hij een snelheid van 55 km per uur heeft. En dan gaan we nu verder naar de nummer 6. En dat is de bobslee natuurlijk. De bobslee. Dat heeft een snelheid van 60 km per uur. Ja, de bobslee is natuurlijk wel een heel leuke attractie. Ja, en... Je voelt ook gewoon dat je heel snel gaat. Ja, de bobslee is gewoon een heel leuke attractie. Alleen, de bobslee is nu al wel heel eventjes toe. Daar zijn ze heel veel dingen aan het nakijken en al zo. Ja, want de vorige keer is ongeveer, denk ik, nu een maand geleden of zo. Dan zijn we ook nog eens naar de Efteling gegaan. Ja, want gisteren zijn we daar ook naartoe gegaan. Dan was de bobslee ook gesloten, omdat er nog altijd aan het nakijken waren. Maar ja, als je een attractie echt wil nakijken, dan wil je natuurlijk... En dan op nummer 5, de volgende met 64 km per uur. Ja. Ja, dat is toch echt een zalige attractie. Ja, het is gewoon heel leuk. Je zit in een donkere achtbaan en ja, je gaat dan gewoon... soms komen er zo de foto's van... Als dat dan zo komt, dan komt er een vogel tevoorschijn of meerdere vogels. Ja, en je gaat ook 1 keer in de achtbaan door een... heeft een slang eigenlijk een bek of een mond? Een bek was een bek. Een zesde leerjaar en ik een vierde. Sorry, maar bek en mond, dat
Weet ik eigenlijk niet. Ik weet wel dat de vogel een bek heeft. De dier in de bek en wij in de mond. Simpel. Niet elk dier. Nee. Niet elk dier. Een olifant heeft een slurf. Wat een grapje aan. Wat een grapje aan. Je moest toch zelf lachen? Ja. De olifant had ook niet mond, hè. Slurf. Ja. Niet in de mond. Die bakken aan het slurven, wat doe je dan? Ja. Oh, ik heb niks gezegd. Oké, en we gaan verder. Ik moet nog eerst iets zeggen over de volgende. Als je in de bek gaat van de slime, dan zijn er ook lichtjes. En ja, dat is natuurlijk heel mooi om daarnaar te kijken. Oké, dan gaan we verder naar de nummer 4. En dat is dat moet je zeggen. De vliegende Hollander. Die is 70 km per uur. Je verwacht eigenlijk niet van hem. Zo een soort van ja, super splash, zoals het in Plopsland de Pannen noemt. Dat ook een snelheid heeft van 70 km per uur. Je voelt dat eigenlijk niet echt dat 70 km per uur gaat, maar als je er naar kijkt, dan zie je gewoon dat heel snel gaat. Ja, en één keer dan ga je zo, als je zo buiten komt, dan gaat het. Ja, we zullen nog eerst wat vertellen over binnen, want dan als er een storm komt en dat er zo'n nepboot over u komt. Ja, het vervloekte boot zo. En als die leeuw of wat erop wat hij had, ja. Zo, dan komt er ook allemaal water. Ja, rode ogen zo, dat is echt een beetje griezelig. Ja. Dat is grappig. Ik vind dat ook grappig. Ja, maar ja, sommige mensen kunnen dat griezelig vinden en joh. Ja, en ook als je naar buiten komt, dan ga je heel snel. En je gaat ook één keer echt zo. Maar dan ga je zo onder een huisje. Maar ja, dat scheelt echt niet veel of je botst daar tegen. Ja, ja dan moet je. Dan denk je echt dat je moet bukken, want anders. Ja, anders gaat mijn hoofd eraf zijn. Omdat hij tegen dat huis komt. Ik voel de haartjes. Dat gaat heel veel pijn doen. Oké, en ja, die is. Op de nummer 3. De Python. Ja, met 75 km per uur. Ja, de Python is gewoon een heel leuke attractie. Twee achterwaartse salto's. Hij gaat best traag naar boven. Ja, dat die gaat dan heel langzaam, maar dan. Ga je zo nog een stukje gewoon rustig naar onze hoofd. En dan ga je opeens hup naar beneden, heel snel. En dan hup dat die een korte uitwaarts salto. En dan nog één. En dan ga je zo, twee twisten. Hup, en dan doe je twee twisten. Ja, en dat gaat gewoon allemaal heel snel voordat je het weet. Eigenlijk is de attractie al gedaan. Ja. Dus het is gewoon een heel snelle attractie. En heel leuke attractie ook. Ook in het begin. Vind ik wel mooi gemaakt met de slang. Ja, maar als je de ingang gaat, ja, de ogen likten zo soms geel op. Oranje. Dat kan, dat weet ik niet. Maar ja, dan gaan we nu verder naar de nummer 2. Mensen. Dat is ook met 75 km per uur. Joris en de draak. Ja, het is ook natuurlijk ook al direct een heel leuke attractie. Je doet gewoon een race tegen een andere. Dus ik heb twee keer verloren. Ja, we zijn vier keer in water. We zijn vier keer op water geweest. Als ik. Ja, ik ben maar twee keer in Joris en de Draak gegaan. En drie. En Zeb ook. En ik vier. Vier keer. Ja. En ik, ja, wij zijn één keertje gewonnen. En ja, Thorn is twee keer gewonnen, want die is met dubbel in Joris en de Draak gegaan. Want wij hebben dan in de plaats daarvan hebben we de Baron. Ja, ook ik gedaan. Ben daar nog niet in. Ik ben te. Ja, en natuurlijk is het ook heel leuk als je wint. En ja, dan, we hebben de attractie net gezegd. En die staat ook op nummer 1. Dat is natuurlijk. De Baron! Met 90 km per uur. Ja, dat is natuurlijk een topsnelheid. En ja, het is ook gewoon wel spannend met in het begin de witte wieven die daar komen. En ik zo, u zijt gewaarschuwd. En je stem. En ja, en dan gaat de deur zo open. En dan kom je zo bij die man. Die zo, ja, is nagemaakt. En dan
ga je zo door. En dan ga je met het kaartje. En dan ga je zo. Eerst gaat je dan nog zo de witte wieven tegenkomen. En dan gaat die poort open en dan vertrekt je opeens. Dan voel je echt van die spanning. Wanneer je gaat dan naar boven en als je dan naar beneden denkt dat je dan gaat, dan blijf je dan zo heel even hangen. Je kijkt dan echt zo naar iedereen naar beneden. Natuurlijk de meisjes die kressen dan heel hard. Nee, en kijk, en we zijn dan gisteren in die attractie gegaan in de Baron twee keren. En dan gingen we zo naar beneden. En ik wou je roepen, maar ik kreeg te weinig lucht. Dus dan heb ik maar gestopt met te proberen om je te roepen. Want anders had ik misschien verstikking. En dan ga je zo door de mist en ja. En dan ben je. Ja, het is gewoon een heel snelle attractie. Ja, en daarom staat deze natuurlijk om met 90 km per uur op nummer 1 van de snelste achtbaan. Oké, kijkers, dit was dan onze video. En laat nog een like achter en abonneer op ons kanaal. En we zullen zeggen, later!